Afgelopen zomer lukte het PEC om Mike van Duinen binnen te halen in Zwolle. Maar de overgang betrof een lange onderhandeling met Excelsior, de oude club van Van Duinen. Een spannende fase voor de aanvaller. Het was absoluut spannend voor mij, want je hoopt natuurlijk dat het doorgaat. Omdat je zelf ook hebt aangegeven dat je dat graag wil. En clubs kwamen er maar niet uit. En dan, in principe in eerste instantie kan je niet zoveel dan wachten. Ja, op een gegeven moment hoor je dan ook eigenlijk dat ze er niet uit gaan komen. Dus dat je verder... Dat Zwolle ook verder gaat kijken. En dan ben je natuurlijk in eerste instantie teleurgesteld. En daarna zijn we toch wel weer in contact gekomen. Dus en is het uiteindelijk toch nog rondgekomen. Ja, je hebt er zelf ook wel een rol in gespeeld, begreep ik. Waarom wilde je zo graag naar Zwolle? Ja, ik zag het gewoon zitten. Ik vind het een mooie club. En ik denk gewoon, als je het vergelijkt met Excelsior, gewoon een stapje hoger op. Ik denk dat dit weer een mooie plek is voor mij om mij weer door te ontwikkelen. Wat is er anders aan PEC Zwolle dan de vorige clubs waar je gespeeld hebt? Als je vergelijkt met Excelsior is het natuurlijk iets groter allemaal. Ik denk qua organisatie komt het wel redelijk overeen met ADO, denk ik. PEC speelt de laatste jaren eigenlijk structureel iets hoger. Dus ik denk dat het voornaamste verschil is. Waar vorig seizoen de spitspositie nog werd ingevuld door verschillende spelers, moet Mike van Duinen dat gaan doen komend seizoen. En de aanvaller voelt wel een kleine druk. Kijk, ik denk dat je altijd druk hebt als prof. En ik denk dat dat erbij hoort, dus dat je daar gewoon mee om moet gaan. Ik ga gewoon vechten voor wat ik waard ben. En dan hoop ik dat ik een goed seizoen ga draaien. Die is niet zozeer van buitenaf, maar die komt ook wel van mijzelf uit, dat ik gewoon graag wil presteren. Ja, voel je al dat je echt de eerste spits bent hier in het team? Afgaand op de laatste oefenwedstrijden zie je wel dat ik vaak speel. Dus in dat opzicht zou je die conclusie kunnen trekken. De speelwijze die je hier bij PEC gaat spelen, of tenminste waar jullie mee bezig zijn, is dat ook iets wat je ligt? Ja, denk het wel. Ik denk wat ik terughoor vooral van de jongens en van de staf, als je het vergelijkt met vorig jaar, is dat ze vooral diepte in hun spel misten. En ik denk dat ik wel een speler ben die diepgang heeft en snelheid. Dus ik denk dat ik hier wel op mijn plek terecht kom, ja. Die voorbereiding loopt nu al een tijdje. Hoe ver zijn jullie op dit moment? Ik denk dat we op de goede weg zijn. Kijk, in eerste instantie is het natuurlijk belangrijk dat we fit worden allemaal. Maar als je die oefenwedstrijd dan speelt, dan wil je ook eigenlijk een goed resultaat inzetten. Tegen Excelsior is het natuurlijk absoluut gelukt. Tegen Hannover hadden we gewoon een hele goede tegenstander, denk ik. Speelden we eigenlijk prima mee. Krijgen we eigenlijk uit corners de doelpunten tegen. Dat is wel een aandachtspuntje. Maar als je voetballend kijkt, denk ik dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken. En de overstap naar PEC heeft er voor Van Duinen ook voor gezorgd dat hij gaat verhuizen van de Randstad naar provinciehoofdstad Zwolle. Ja, tuurlijk, dat verandert. Het is net te ver om dagelijks heen en weer te gaan. Dat zie ik niet zitten, elke dag heen en weer rijden. Maar nieuwe stad, nieuwe omgeving weer. Dus dat zal even wennen zijn, maar ja, op zich komt denk ik wel goed. En naar huis is het ook weer niet super ver, dus als ik een dag vrij ben, kan ik gewoon terug. Hoe ziet dat eruit dan voor Mike van Duinen? Kom je alleen? Ik heb geen vriendin of iets. Er komt af en toe wel wat familie mee en ik heb een hond dan die altijd meegaat. Dus voor de rest niks. Ja, dus dat wordt jouw gezelschap hier, de hond? Ja, in eerste instantie wel, ja. Dus goed. Ik kan goed alleen zijn. En ook als je hier bent, als je twee keer traint, ben je toch heel de dag hier. En er zijn genoeg jongens hier ook... Die hetzelfde meemaken als dat ik heb, dus kom wel helemaal goed. Wat voor hond heb je? Een Samoyed. Dat zeg je waarschijnlijk niks. Dus hij is lief, hoor, kan ik je vertellen.